terecht dat we genomineerd zijn voor de cultuurprijs voor de gemeente Hellendoorn. Omdat wij de klassieke muziek levend proberen te houden in de gemeente. Door middel van de succesvolle donderdagavondconcerten bij Muziek onder de Trap. En daarnaast programmeren we ook nog 4 concerten hier in het theater zelf. Muziek onder de Trap-concert van de Muziekring Hellendoorn in het nieuwe theaterseizoen. Hoe meer hoe beter, zeggen wij altijd. We zijn erg blij dat we genomineerd zijn voor de prijs. Ja, dat is natuurlijk op zich een verrassing. Waarom en hoe? Dan vraag je je af, waarom zijn wij nou genomineerd? Nou, ik vind dat we behoorlijk aan de weg timmeren met de klassieke muziek. Klassieke muziek op zich is natuurlijk al moeilijk om dat in de markt te zetten. Klassieke muziek is vaak, of wordt beschouwd als oudbollig, maar er komt heel wat anders om de hoek kijken. Er wordt heel veel van de muzikant verwacht. Natuurlijk ook is dat bij pop gebeuren, maar ja, klassiek zit toch in een andere hoek. Niet alleen klassiek, we pakken daarnaast ook jazz, licht klassiek uiteraard. Dus we slaan ook wat zijwegen in. En vandaar ook dat we dus toch blij zijn met die prijs die we dus hebben ontvangen. Dat we genomineerd zijn. Dus dat hadden we in feite eigenlijk niet verwacht. Maar dat beloont ons toch en daar zijn we erg dankbaar voor. Ik vind het super.